De Dijk op eigen veld tegen TEC. En De Dijk is nogal gastvrij hier. Dat begint allemaal bij Nick Kuipers. Een te korte terugspeelbal. En Verhoeven kan niets anders doen dan Machiavalla onderuit halen. De strafschop voor TEC. Na iets meer dan een minuut spelen. Vink achter de bal. En die stuurt Verhoeven de verkeerde kant op. Zo de vroege voorsprong voor de bezoekers uit Tiel. En daar blijft het niet bij, want het volgende presentje is alweer in de maak. Let op Verhoeven. Die grabbelt, heeft hem niet, heeft hem wel, heeft hem niet. En dan is dit zeer sociaal en kan Vink zijn tweede van de middag maken. Afgelopen week De Dijk tegen Ajax in de beker. Dat vond Verhoeven een prachtige afscheidswedstrijd. Als hij dat had mogen kiezen, nou misschien had hij dat maar moeten doen. Want het is echt een beroerde middag voor die doelman. En nu dus in een kwartier al twee tegentreffers. Het volgende cadeautje is ook alweer in de maak. Het afstandsschot en Verhoeven op de paal. Maar dit cadeautje wordt niet uitgepakt. Want opnieuw brengt de paal redding voor De Dijk. En dan is Verhoeven wel attent. Drie cadeautjes van de thuisploeg. Twee keer afgestraft in de eerste helft. De Dijk in de tweede helft komt terug in de wedstrijd. El Gourari scoorde tegen Ajax. En doet dat nu ook tegen TEC. Kan de bal zelfs nog controleren. En in het 5 meter gebied is hij dodelijk. De Dijk dus terug in de wedstrijd. En nu helemaal. Jack Tuyp. Keurig geplaatst. Weet precies hoe hij zo'n bal moet raken. En met zijn tweede doelpunt dit seizoen zorgt hij voor de 2-2 in de gelijke tussenstand. Maar ja, TEC heeft die Emilio Vink. Die kreeg al twee cadeautjes. Dit doet hij helemaal op eigen kracht. Een keurige treffer, een hattrick van hem. Zijn zesde dit seizoen, maar belangrijke TEC op voorsprong. En in dit geval weinig hulp van De Dijk, want Vink doet het echt helemaal zelf. Keurig langs Verschragen en de bal langs Verhoeven getikt. De Dijk gaat dan op jacht naar een hernieuwde gelijkmaker en geeft dan ruimte weg. En die ruimte wordt uiteindelijk ook benut door TEC. Kotsch met zijn derde treffer als invaller dit seizoen. En daarmee bezorgt hij TEC de zeer belangrijke drie punten van TEC. Klimt dankzij deze drie punten een beetje uit het dal en komt nu bij de grote middenmoot in de tweede divisie.